Hoi, ik heb vandaag 3 pakketjes gekocht bij Intertoys. Ik zag leuke diamond painting keyrings en dan 3 verschillende soorten. Ik heb dus de kitty gekocht, maar je hebt dus ook een vlinder en een donut heb je ook. En dan kun je zeg maar op het pakket kun je dan een vinkje zien bij welke keyring daar dan in zit. Dit kostte €3,50 en verder zag ik 2 diamond paint pakketten voor €4 per stuk, 30 keer 30 centimeter. Ik ben wel benieuwd, ik weet nog niet of het full art of partial art is, maar ik zal zo meteen de pakketten openmaken en dan kunnen we het canvas zien om te zien hoeveel er geplakt moet worden. Ik heb dit alvast opengemaakt. Dit is dus de keyring die ik ga beplakken van de kat. Hiermee ga ik dus aan het werk. Schutbak, pen en wax. En dit is dan de chain, zeg maar, de ketting waaraan ik het ga hangen. En het gaat om echt glanzende diamantjes. Dit zijn dus niet de matte ronde steentjes die je normaal hebt. Maar deze zijn gewoon echt die eruit zien als diamantjes. Oké, kijk. Nou kan ik inderdaad zien waarom het dus zo goedkoop is. Het is inderdaad geen full art. Full art betekent dat je het hele canvas, alles moet beplakken. Dit is partial art. In dit geval is de rest is zeg maar een poster. En ik ga dus hier in dit geval alleen het paard beplakken. En dan zijn het ook heel weinig kleurtjes. Het zijn dus 9 kleurtjes. Op zich is dit gewoon prima een painting voor bijvoorbeeld een beginner. Iemand die net gaat beginnen met diamond painting. Of bijvoorbeeld een kind, wat dus nog niet echt gewend is om een painting daar dagenlang of wekenlang mee bezig te zijn. Dit is iets wat eigenlijk in een middagje of in een avondje gemaakt zou kunnen worden. Het gaat om ronde steentjes, die zijn dus ook makkelijker dan vierkante steentjes en in een matte kleur. En hier heb ik de 2 panda's. Ik zal zo even iets uitzoomen. Maar dit is het gereedschap wat je dus bij beide pakketten krijgt. Je krijgt dus in elk pakket zit dus 1 zo'n schutbakje om de steentjes goed te leggen of te schudden. Een pen waarmee je dan dus gaat plakken en een stukje wax zodat je pen dus blijft plakken. Kijk, en zo kunnen we het een beetje zo van ver zien. Hier moet wel wat meer geplakt gaan worden. Er zijn ook 10 kleurtjes. En je plakt hiermee wel wat meer van het canvas dan ik zojuist zo snel bij de paarden zag. Dus deze kost wel iets meer werk. Maar op zich ook nog steeds wel iets wat een kind zou kunnen doen. Maar hier zit een kind denk ik wel 2, misschien 3 middagjes mee bezig. Ik vind verder zeg maar posterdeel aan de achterkant ziet er ook wel erg leuk uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit er straks uit komt te zien als het helemaal af is. Dat waren dus de paintings van deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.